Ga je zelf ook motorrijden? Jazeker. Het zou natuurlijk heel treurig zijn als je zoiets moois organiseert en je rijdt zelf niet mee. Dus ik rijd op mijn mooie Engelse motor in mijn pak mee. Geen bandidos of Hells Angels, maar keurig geklede heren op klassieke en vintage motoren. Zondagmiddag reden zo'n 200 mannen door Nijmegen in een Distinguished Gentleman's Ride. De Distinguished Gentleman's Ride is een motorrit die je in stijl rijdt. Voor het goede doel. Het is in Australië begonnen bij een motorclub in Australië die dacht, hoe kunnen we motorrijden op een positieve manier in het nieuws brengen. Mm-hmm. En toen zagen ze in de serie Mad Men, zagen ze de hoofdrolspeler op een BSA rijden in smoking. Toen dachten ze, en dat gaan we nadoen. En iedereen moet dus rijden in een mooi pak, op een bijzondere motor en geld ophalen voor twee bijzondere doelen gerelateerd aan mannen. Er zijn heel veel goede doelen voor vrouwen. En gespecificeerd voor mannen niet zo heel veel. Daarom dachten hun, we doen het voor prostaatkankeronderzoek en depressies bij mannen. En daar gaat het geld naartoe. Zuur verhaal. Mijn motor is stuk gegaan vanochtend. Oh. Ja, helaas. Dus ik zou meerijden, maar dat gaat niet door. Dus ik ben de bezemwagen. Dus, wat is er aan de hand al met de motor? Carburateurstuk. Hij lekte benzine. Ga je zelf ook motorrijden? Jazeker. Het zou natuurlijk heel treurig zijn als je zoiets moois organiseert en je rijdt zelf niet mee. Dus ik rijd op mijn mooie Engelse motor in mijn pak mee. 8 jaar geleden voor het eerst meegedaan. En sinds 2 jaar kunnen de kinderen ook meedoen. En dit jaar hebben we een grote motorfiets bij dat mijn vrouw achterop kan. Dus die gaat voor het eerst mee rijden. Ja, dus, de liefde voor motoren is met de paplepel ingegoten. Dus het was eigenlijk gewoon wachten totdat we ons rijbewijs hadden en aanmelden. Ja. Dus eigenlijk altijd al. Jullie hebben ook allebei plezier in het motorrijden. Ja, zeker. De motor is maar eigenlijk mijn enige vervoersmiddel. Maar op zo'n dag rijd ik dan niet op mijn eigen motor, maar op een klassiek gestelde motor. Het is gewoon heel leuk. De Gentleman's Ride was zondag op meerdere plaatsen in de wereld. Daarmee werd ook geld opgehaald voor het goede doel. In Nijmegen haalden de mannen meer dan 30.000 euro op.